de race van Londen naar Oslo, die stopt hier in Heer Hugo Waard, want er wordt een snellader geopend. Dat gebeurt om 3:00. Ik hoorde dat alle Tesla's nu eens opgeladen zijn en die komen nu heen. En er is hier een nieuwe snellader door ABB. En eens kijken of mijn autootje wat ik nu bij me heb, de i3, de BMW i3, of die gaat laden. Dus echt gewoon van, dat is een nieuws. De Duitsers hebben natuurlijk een eigen kabeltje, dat is geen CHAdeMO. Deze heeft CHAdeMO en de Duitser. Dan gaan we eens kijken, aansluiten is oké. Dan zeg ik start. Te weinig laadvermogen beschikbaar. Het laden zal... Oké. Eens kijken, laden voorbereiden, veiligheid van de zekering controleren. En de race wordt onder andere georganiseerd door Interreg, door de Union en Albert Heijn is een sponsor. En kijk, ik heb 40% vol en hij wordt nu geladen. 0,01 kWh geladen. Over 13 minuten is hij naar 80% vol. Dus, hier in Heer Hugo Waard, daar zijn we. Jasper, ja. Ben ik nu de eerste die zeg maar, met deze snellader laat? Van de week zijn er volgens mij al een aantal mensen die hem geprobeerd hebben. Maar het is wel de eerste met deze Duitse stekker die gebruikt wordt. Ik ben de eerste met de Duitse stekker. Ja. Waar zijn we hier nu? We zijn op het parkeerdek van de parkeergarage Zuidangent bij winkelcentrum Middenwaard in Heer Hugo Waard. Waar we dus de primeur hebben van het eerste snellaadpunt met alle drie de aansluitingen. En dit wordt georganiseerd, wie heeft dat ding hier neergezet? De lader is geplaatst op initiatief van Corio en in samenwerking met Albert Heijn. En mede gefinancierd met de Europese subsidie die we via de provincie Noord-Holland hebben verkregen. Oké, want dit kost, wat kost het, 50.000 euro zo'n ding? Om en nabij, om en nabij, ja. En hoeveel heeft Europa en, Noord-Holland en zo allemaal betaald? Het totale project bedraagt zo'n 70.000 euro, waarvan 30.000 euro met subsidie. Dus 40.000 is betaald door... particuliere gelden, ja, precies. Ja. Okay. En wat kost het hier om het te snel laden? Zowel het snelladen als het regulier laden, als het op spanning brengen van de banden met de duurzame bandenpomp. De duurzame bandenpomp? Ja, is voor consumenten van het winkelcentrum helemaal gratis. Wauw. Ja. Okay, en dat... er zijn dus ook nog gewoon, we zitten hier bij een winkelcentrum, prachtige plekken. Ja. Dus we hebben hier ook gewoon 4, 5, 6 plekken beschikbaar. Ja. En is parkeren ook gratis? Nee, dat niet. Nee. Elektrisch moet wel betalen. Ja, mooi. Precies. En is de opening om 3:00? Om 3:00 komt gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Holland, Elisabeth Post, om de lader officieel in gebruik te nemen. Nou, ik dank je al hartelijk voor mijn eerste laadding. Dat is ook mijn eerste, überhaupt mijn eerste snellader ervaring. Ja. En eens kijken of het... Hij doet het goed, want hij is lekker bezig. Hij is nu al van 40% naar 47% gestegen. En hij is in 11 minuten klaar. We gaan eens kijken of ik daarna naar 80% kan, of naar 100% door kan gaan. Maar het schiet lekker op. Het is hier goed winkelen bij Middenwaard.